genoeg gekeuveld. We gaan gauw beginnen. Want er staan hier een aantal kandidaten te popelen om de eerste ronde aan te vangen. En zoals al jaren gebruikelijk is bij ons mooie programma, stellen onze kandidaten zich graag zelf aan u voor. Mijn naam is Luco van het Hoenderdaal. 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 Als tandprotheticus zorg ik ervoor dat iedereen met een stralend en gezond gebit mijn praktijk verlaat. Klachten klein of groot, ik treed ze met een brede glimlach tegemoet, want iedereen verdient een echte witte tandpasta-smile. Wasgetekend Luco van het Hoenderdaal. Heren, neemt u plaats. Hartelijk welkom. En op het eerste gezicht ziet het er weer heel moeilijk uit. Een bijna onmogelijke opgave. Want ze zouden het met gemak alle drie kunnen zijn. Ja. En die gebitten zien er zo te zien ook heel goed uit. Dus daar is ook niets aan af te leiden. Ernst Daniël, mag ik jou als eerste de tijd geven om je graag af te vuren? Meneer Twee, hoe heet u het echt? Nou ja, je kent het programma. Nee, hoe heet u in het echt? Ja, Luco. Sorry? Luco. Je moest even denken. Goed. Waar heeft u gestudeerd, meneer 1? Waar heeft u gestudeerd? Ik heb in Utrecht gestudeerd. Utrecht, is het een hbo-opleiding? Of een universitaire opleiding? Nee, het is een hbo. Hbo-opleiding. Meneer 3, ziet u de patiënten zelf? Of krijgt u alleen de afdrukken van de... Nee, ik zie de patiënten zelf. Meneer 2, wat is het verschil tussen een tandtechnicus en een tandprotheticus? Goeie vraag. Tandtechnicus is die de man of vrouw die het maakt. En de tandprotheticus is degene die het maakt en ook aanmeet. Meneer 3, u meet het zelf aan. De patiënt komt bij u en u meet aan. Ja. Wat zijn de gekste wensen, meneer 1? Wat zijn de gekste wensen geweest? Hebben mensen nog inspraak in wat ze in hun mond hebben? Uiteraard, uiteraard. Hè? Aan kleur, aan vorm? Kleur, vorm. Je probeert het zo natuurlijk mogelijk te doen. En probeer zo dicht mogelijk bij de cliënt te blijven als er foto's zijn of... nog restanten van het gebit zijn, hè, dan probeer je dat aan te passen. Oké, misschien. Wat gaat het weer snel? André. Ben ik nu? Ja. Ja, ik begin met meneer 1. Tandprotheticus. Hoe schrijf je dat? Ja. U overvalt me ermee, daar moet ik er zelf over nadenken. Ja, dat dacht ik. Maar ik kan het wel even spellen. P-R-O-T-E-C... Ja, nee, ik kom er niet uit, denk ik. Nee. Weet u het, meneer 2, hoe je het schrijft? P-R-O-T-H... Oh, meneer 3 is dat. Neem ik het doen met 2. Maar 3 mag ook. Ik kom toch uiteindelijk bij u terecht, maakt niet uit. C-U-S. Oh, en u 2? Hetzelfde als tuintechnicus, maar dan tand ervoor. Ja, ja. Tandprotheticus. Dan heb ik het toch heel veel anders op. Ik heb het anders staan. Maar goed, maakt niet uit. Stel, meneer 1, dat de patiënt heeft knoflook gegeten. Zegt u daar wat van? Daar zeg ik wel iets van, maar ik heb er ook iets voor. Dus ik kan het ook camoufleren. Ja, uiteraard. Oh, dat wil ik zeggen. Maar dat, is wel, dat doet u ook met die twee. Zeg gewoon van... ja, ik zeg dat voor. Ik laat de mensen nog even spoelen. Oké. Dat maakt en niet stel dat u knoflook heeft gegeten, meneer 3. Wat zegt hij? Krijgt u daar ook bezwaar? Want u hangt er toch een beetje boven steeds. Nou, omdat ik in de mond bezig ben, kunnen ze niet zoveel zeggen. Nee, je hebt dat... Weet je het? Je bent dat onherkenbaar, hè? Dus precies. Geen, Oh, wel. Ja, en je zag er nog zo tegenop. Ja. En dat gaat zo voorbij. Ik krijg die minuut vol. Martine, let op, heren, wat daar komt zo. Ja. Meneer 1, vindt u implantaten leuker dan kunstgebitten doen? Ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer, eigenlijk. Het enige verschil is dat kunstgebit, ja, dat is helemaal mijn pakje aan. En voor de implantaat ben ik afhankelijk natuurlijk van de tandarts of de kaakchirurg die de implantaat heeft gezet. Ah, nu begrijp ik ook, meneer 2. Ik begreep daarnet niet, u ziet de patiënt zelf, hè? Ja. En toen dacht ik, ja, komt er dan helemaal geen tandarts aan te pas. Maar soms wel, soms niet, of wat? In de meeste gevallen, als een patiënt rechtstreeks komt en ze zijn tandenloos... dan kan je zelf je kunstgebit aanmeten. Maar stel dat iemand implantaten... dank je wel. Meneer 3, komt er wel eens iemand volledig tandenloos ineens bij u aankloppen? Ja. Maar die is dan toch wel bij een tandarts geweest en heeft het laten trekken allemaal? Of het is allemaal... Of het is allemaal getrokken, of het heeft zichzelf opgelost. Ja. Jongen. Meneer 3, geef eens een...
Mag de vraag afmaken, is de regel. Geef eens een ander woord. Nee. Voor de derde. Zie je, je geeft er een vinger en ze gaat heel lang. Als je daar nou doorheen gaat praten, dan komt het dood om. Geeft u eens een ander woord voor de derde molaar. Een ander woord voor de derde molaar? Ja, een eenvoudig, voor ons te begrijpen, leken woord. En de derde molaar, dat is gewoon een molaar of een... Nee, dank u wel. Nee, ja. Ik heb er niks aan gehad. Nee. Nou, dat is dan je eigen straf. Ik hoop dat je... Oké. Arjan. Streng. Ja, ik ga meteen met een hele moeilijke vraag beginnen voor meneer Drie. Weet u wat een occlusie is? Ja. Occlusie is een volledig contact tussen de boven en de onder. Ja, meneer 1, weet u dat ook? Ja, ik weet het, ja. Oh, meneer 2 weet het ook? Ja, ik weet het ook. Oh, jullie weten het alle drie? Ja. Nou, wat bijzonder. Ik heb een vraag aan meneer 1. In die metamorfoseprogramma's op televisie, die Amerikaanse, dan krijgen ze allemaal een soort plaatjes voor hun tanden. Shields. Doet u dat ook? Shields, heet dat? Shields of zo, hè? Shields? Shields. Nee, dat... Dat valt niet onder uw branche? We zijn geen cosmetische, hè? Dat is een ander stuk. En meneer 2, kinderprotheses, maakt u die ook? In principe niet, maak wel hele kleine protheses, maar geen kinderprotheses. Het komt wel eens voor dat gebeurt, maar ik maak ze niet. Maar wat is dan het verschil tussen een kleine prothese? Bedoel... Nou, als iemand een kleine mond heeft, maak je ook een kleine prothese. Oh ja, maar u heeft nooit een kind bij u gehad? Nee, want kinderen die krijgen eerst een melkgebit en als ze niet aangelegd zijn, dan... Ja, het is wat. En je komt eigenlijk weer, zoals gewoonlijk, tijd tekort. Arjan, trek geen voorbarige conclusies door je antwoord op de occlusie. En dan zijn we nu aan het moment toegekomen dat jullie je keuzes moeten maken naar dit kleine onderzoekje. Dus ik zou willen vragen, zet de bordjes op. Leg die op schoot. Arjan en Martine zitten nog te kijken. Die zijn er nog niet helemaal uit. Ernst, Daniel is weer een van de eerste samen met André. En maak nu je keuze kenbaar. 2 voor meneer 1. En Arjan denkt meneer 3. En André denkt meneer 2. Ja. Waarom, Martine? Nou, meneer 2, die had een beetje moeite met zijn naam. Of het is een goede acteur. Meneer 3, ja, dan denk ik, hij weet niet wat de derde molaar is. Een ander woord, dat vond ik raar. En meneer 1, die wist wel niet hoe hij het spellen moest. Maar dat heb je soms met je eigen vak. Want dat doe je dan misschien niet zo vaak. Of expres. Was voor jou niet doorslaggevend. Een enorme straalt hij protheses uit. Ja. Dankjewel. En Arjan? Ja, joh, ik vind het alle drie waren ze goed. En een beetje op de meeste antwoorden die gegeven werden... heb ik voor meneer 3 gekozen. Ja, ja. Dus want die is het. Zuiver een theoretische keuze. Ernst Daniel? Ja, ik heb mijn nummer 2 ook dat ik denk van, de naam. En nummer 3, over die molaar vond ik ook een beetje opvallend. En nummer 1... Ja, ze bestaan, hè? Dyslectische tandprothetica. Ze bestaan. En dat is hem dus. Ja. André. Nou ja, inderdaad. Ja, ook om. Nou, A, vond ik het zielig omdat 1 en 3 hadden al wat. Ik denk, nou, ik doe toch nummer 2 ook. En ja, omdat hij komt bij mij wel betrouwbaar over als tandfiguur. Ik denk, ja, die mag wel. Jij zou jouw gebit wel toevertrouwen aan meneer 2. Als ik het had, ja. Ja. Oké. Goed. Nou, jullie motivatie is meer dan duidelijk, maar hebben jullie ook gelijk. We gaan er nu gelijk achter komen. En ik ga zoals altijd de volgende vraag stellen. Wil de enige echte Luco van het Hoenderdaal nu alsjeblieft opstaan? Nou, dan gaan we het meemaken. Toch 3. Nee, 1. Nee, het is 1. Het is 2. Oh. Hij heeft jullie in het ootje genomen. Ja. Stoute man. Ja, die naam die heb ik expres verzonnen. Dus dat hakken ook. Stoute naam. En ik ben de... Chapeau. Je mag een rookgordijntje leggen. Tuurlijk. Ja. Goed, nou, al onze complimenten. Graag gedaan. En nu, je doet het niet voor het geld, maar je bent toch wel benieuwd wat je... Maar dat laat ik nog even wachten. Ja. Meneer 1, even kennismaken. Wat doet u? Mijn naam? Ja. Dennis Smits en ik ben case manager binnen de psychiatrie. Pardon? Case manager binnen de psychiatrie. Case manager binnen... Ja, een mooi woord, hè? Dat is een beroep dat we nog nooit gehad hebben. Hoe schrijf je dat, psychiatrie? Ja, dat komt beter uit, denk ik. En een case manager is niet K-E-E-S.
Meneer Drie, mogen we even met u kennis maken en wat doet u in het dagelijks leven? Mijn naam is Teunis de Boer en ik werk in een dental depot. Dat is een toeleveringsbedrijf voor de tandheelkunde in het algemeen. Ja, de grondstoffen. Ja. En daar ben ik verkoper. Ah, oké. Nou, ook heel goed meegespeeld, fantastisch. En heren, jullie doen het er niet voor, maar jullie hebben met z'n drietjes €750 verdiend. En dat is mooi te verdelen. Ja. Hartelijk dank. En